De 47-jarige man, die verdacht wordt van de moord op de 35-jarige vrouw uit Breskens, veroorzaakte volgens de politie al eerder problemen. Ruim 3 maanden geleden werd de man aangehouden omdat hij het slachtoffer, zijn vriendin, had bedreigd en mishandeld. Ook had de man buren bedreigd. Ook voor dat vergrijp werd hij aangehouden. Een groot team van rechercheurs werkt aan de zaak. Er viel af en toe een bui, maar dat mocht de pret niet drukken. Ruim 500 mensen waren naar het Abdijplein gekomen om te picknicken. Aansluitend werd er meegezongen met bekende nummers tijdens het nazomerzingen. Laura Jansen gaf zaterdagavond een bijzonder optreden tijdens het Zeeland Nazomerfestival. Midden op het Abdijplein zong ze het nummer I Shall Be Released van Bob Dylan. Het optreden mocht niet gefilmd worden. We spraken haar na afloop. Ja, het was magisch. Ik bedoel, wat een locatie, wat een publiek. We hebben gewoon in het publiek gespeeld, zonder microfoons. Buiten, dat is bijna ongehoord in festivals. Dus we hebben echt een, voor ons ook echt een magische avond gehad. In Badpaviljoen Domburg vond gisteren de première van Amtsiel plaats. Wij vroegen het publiek na afloop wat er bijzonder is aan de voorstelling. De hoofdrolspeelster, dat ze de tekst van bijna 3 uur helemaal uit haar hoofd kende. En ja, het was gewoon super. Het was helemaal geweldig. Ja, ik vond het een mooie voorstelling. En vooral de hoofdrolspeelster. De naam heb ik niet kunnen lezen, maar die speelde geweldig. Nou, ik vond het zeer boeiend. Echt wijze levenslessen kwamen naar voren. Het was heel bijzonder dat het heel de tijd boeide, ook al was er voornamelijk één iemand aan het woord.